Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, ministerie van Economische Zaken start landelijk trainingstraject ondernemerschap. Minister Noor Mohammed oriënteert zich bij bouw- en stedenbouwkundige projecten. President Santokki toont waardering aan senioren burgers voor steun en inzet. En landskampioen Robin Hood wint SVB President Cup 2024. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is van start gegaan met een landelijk trainingstraject ter stimulering van ondernemerschap. Dit project is bedoeld om kleine en potentiële ondernemers aan te moedigen hun bedrijf tot grotere hoogten te brengen. De participanten worden gedurende 3 dagen getraind in de meest belangrijke aspecten van het ondernemen. De deelnemers werden op maandag 19 februari bij aanvang toegesproken door minister Reshma Kuldeep Singh en directeur ondernemerschap Karishma Mathura. Vandaag is de dag dat we launchen en vandaag mag iedereen weten dat we bezig zijn met die ondernemerschapstrainingen. En ik ben enorm blij dat u investeert in uzelf. Want dat is het belangrijkste. Hier begint het. En ik zeg altijd, investeren in uzelf is de toekomst voor Suriname voor morgen. Inderdaad, het ministerie is gestart met een traject van landelijke ondernemerschapstrainingen. Dit initiatief bestond al. Het was een programma dat het ministerie al uitvoerde in het verleden. En we hebben voorgenomen om hem weer in te zetten. Omdat er behoorlijk veel behoefte is aan ondernemerschapstrainingen. We merken dat vooral bij de kleine ondernemers er nog niet voldoende kennis is over bepaalde onderwerpen binnen ondernemerschap. Zoals de basisbeginselen van ondernemen, businessmodellen, volgens welke businessmodellen kan je werken. Hoe doe je een kostprijscalculatie, hoe doe je aan risicomanagement. Er is bijzonder veel animo ook voor deze onderwerpen vanuit ondernemers. Dus vandaar dat wij vanuit het ministerie hebben voorgenomen om dit traject weer in te zetten, waar we het hele land intrekken om de trainingen te verzorgen. Nou, we hebben een oproep geplaatst en we konden niet iedereen faciliteren. We zullen de groep in meerdere trainingen moeten opsplitsen. En dat is maar bij de eerste oproep. Dus we gaan nog verder doortrekken. We hebben ook een bestand van ondernemers bij het ministerie die zich ook hebben opgegeven. Dus ja, het is wel minder dat we niet iedereen tegelijk kunnen faciliteren en dat we bepaalde mensen op een wachtlijst hebben moeten plaatsen. Maar we hebben wel een wachtlijst van 10 mensen. Ja, er is gekozen voor kleine ondernemers en potentiële ondernemers. Dus degene die eigenlijk de kennis nog niet in huis hebben, want de grote ondernemingen, die weten al hoe je een kostprijscalculatie maakt. Dus het gaat echt meer om de startende ondernemers en de kleine ondernemers die willen gaan naar groei van hun onderneming, van professionalisering van hun onderneming. Maar deze onderwerpen eigenlijk nog te pas komen en dat zijn de basisvaardigheden van ondernemerschap. De grote bedrijven zijn niet op de basis. Dus we hebben echt gewerkt met kleine bedrijven, microbedrijven. En de mensen die een onderneming willen starten, maar nog niet zo ver zijn, maar alvast hun kennis willen verrijken van ik wil starten met ondernemen, hoe doe ik dat? Wat is de beste manier om dat te doen? En daarom hebben we dus de basisvaardigheden, dat is opgesplitst in verschillende onderwerpen, waaronder de grondbeginselen van ondernemerschap, kostprijscalculatie, businessmodel Canva, ondernemersadministratie, eigenlijk de belangrijke zaken om te gaan tot het streven van elke ondernemer, dat is winst. Nou, minister Kuldeep Singh zegt dit in elke toespraak, haast elke toespraak. Het KMO, klein en middelgroot ondernemerschap, is de ruggengraat van onze economie. En we zijn een importland, we moeten in een richting gaan waar we de verhouding tussen import en export kunnen gaan stabiliseren, kunnen gaan evenaren. Het is heel ambitieus. Maar als we onze eigen ondernemers, in het bijzonder de kleine ondernemers, stimuleren
ondersteunen, faciliteren, dat zij kunnen groeien tot grotere ondernemers, dat ze onze schappen kunnen voorzien van lokale producten. Dan zijn we een stapje verder. En klein ondernemerschap, het is een stukje zelfredzaamheid. En dat is enorm belangrijk, omdat we, kijk, we hebben de pandemie achter de rug. Je merkt dat het leven, het ondernemen, het verdienen, het is niet voorspelbaar. Er kan altijd wat op je pad komen. En kleine ondernemers zijn mensen, zijn personen, zijn diensten. Of ja, dat doet aan zelfredzaamheid. Je hebt geen overheid nodig. Je hebt alleen kopers nodig. En om die kopers te vinden zijn er strategieën, zijn manieren die je in trainingen kan vinden, zoals deze training vandaag. Het directoraat Bouw- en Stedenbouwkundige Werken van het ministerie van Openbare Werken heeft momenteel enkele projecten in uitvoering. Het betreft de renovatie van het voormalig kantoorgebouw van het ministerie van Financiën en Planning aan het Onafhankelijkheidsplein, de bouw van het douanehoofdkantoor bij de Nieuwe Haven en het project Bouwhoofdbureau van Politie aan de Johan Adolf Pengelstraat. Minister Riyad Noor Mohammed heeft zich op maandag 19 februari 2024 op de respectievelijke locaties georiënteerd. De bewindsman is bij deze gelegenheid tegenover de pers kort ingegaan op deze zogenoemde BSW-projecten. Nu een bezoek aan de, u weet, maanden terug had ik bekendgemaakt dat we als overheid vele rehabilitatiewerkzaamheden uitvoeren van gebouwen, staatsgebouwen. En ik doe nu de ronde om te kijken wat de vorderingen zijn. Zo simpel is dat. De vorderingen bezoek ik regelmatig om te kijken of de aannemers zich aan de afspraken houden en hoe het loopt met de opleveringen van werken. We hebben in totaal tot nu toe 45 gebouwen die we hebben hersteld of herstellende zijn. Een aantal zijn inderdaad al eerste fase opgeleverd, maar de meeste lopen nog. Ik weet niet of het een speciale naam heeft, maar het is het gebouw van Financiën. En het is ook een monumentaal pand. Het is inderdaad kostbaar. Renovatie van vooral monumentale panden is kostbaar. Want je moet dat goed doen. We hebben tot vandaag ongeveer 45 gebouwen op de lijst. Van staatsgebouwen landelijk hoor. Landelijk, niet alleen in Paramaribo. Vanaf Albina tot Nikeri. Van verschillende ministeries die we herstellen. Dit is uniek. Het is nog nooit voorgekomen. Het beleid was vroeger verwaarloosd. Men deed letterlijk en figuurlijk niets aan staatsgebouwen. Dit gebouw kent u zelf hoe het eruit zag. Congreszaal is ook al opgeleverd. Lekte van alle kanten. Het interesseerde niemand. Staatsraadsgebouw, die ook al de eerste fase opgeleverd is, zag er verschrikkelijk uit. Nou, u mag vandaag gaan kijken. Een prachtig monumentaal pand. En zo kan ik doorgaan. Heel mooie panden die we hebben hersteld. Dus wat ik wil zeggen is, met die begroting kan het wel. Aangezien dat het beleid een opdracht is van OE, heb ik me wel op het standpunt gezegd dat we dit beleid invulling moeten geven. Alle ministeries hebben hun prioriteiten, dus ze hebben allemaal in hun begroting een stuk budget voor herstel van hun kantoor of hun dependance. En dan de opdracht is dat ze naar het ministerie van OE vragen om dat verder voor te bereiden, uit te voeren. Dat is wat hier gebeurt. Kijk, dit is geen gebouw van OE, maar wel van een ander ministerie die OE heeft gevraagd om de aanbesteding te doen, de uitvoering en de oplevering. Zo gebeurt dat in de praktijk. En uit die lijst van 45 gebouwen, staatsgebouwen zoals paleis en zo, hebben we ongeveer 10 monumentale panden die we ook hebben hersteld. Dat is ook uniek. Dat is jaren niet gebeurd. Dus we zijn blij met het resultaat. En zo gaan we elk jaar step by step een aantal panden bijzetten en herstellen. Kijk, die leegstaande panden van de overheid, daar hebben we beleid ontwikkeld. Die zullen worden afgestoten. We komen nog binnenkort daarmee, waarbij dat op het openbaar zal worden gehouden. Ik wil bijna zeggen een soort veiling. Dus daar komen we nog mee, want de overheid heeft veel leegstaande, verwaarloosde panden ook. Maar wat niet nodig is, gaan we niet meer herstellen, die gaan we afstoten. Wat bedoelt u met afstoten? Verkopen? Ja, verkopen. En natuurlijk heb je panden van particulieren. Vaak zijn die in een boedelproblematiek beland en we hebben de oplossing gevonden. Dus binnenkort komen we met de oplossing. In het Family Baldeo Event Center aan de Frederik Soopweg is er op 17 februari een seniorendag georganiseerd.
Ruim 300 senioren werden door de families Baldeo en Mahabir in het zonnetje gezet. Met muziek, maaltijd, toneel, zang en dans vermaakte de organisatie de ouderen. President Santokki was aanwezig om deze dag met de seniorenburgers door te brengen. Hij sprak zijn dank uit aan alle senioren voor de geleverde bijdrage aan de opbouw van Suriname. Seniorenburgers, personen die ervoor gezorgd hebben dat datgene wat we als land hebben, als land bestaan, dat jullie allemaal een bijdrage daartoe hebben geleverd. Jullie hard gewerkt hebben. En inderdaad is het belangrijk om dan terug te geven door jongeren, door de nieuwe generatie. En ze hebben uitgelegd hoe ze dat allemaal doen. Dat hebben ze ook van jullie geleerd door hard te werken. Hebben ze fondsen verzameld en deze dag voor jullie georganiseerd. En ik heb net gehoord hoe de Aja Aji, Nani Nana van familie Mahabir het gehad hebben. Arm, niet breed. En ja, ze hebben geen rijkdom achtergelaten. Net zoals mijn ouders geen rijkdom voor mij achtergelaten hebben. Maar wat ze achtergelaten hebben, zijn waarden en normen. Zijn goede manieren. Zijn manieren om hard te werken. Goede opvoeding om vooruit te komen. Eerlijk blijven werken. En met het principe van werk hard, doe je best en God doet de rest. Het doel is sowieso de bigismas aan jassen, om ze in de bloemetjes te zetten. En om ze een leuke dag te bezorgen, dat is op de eerste plaats. De tweede is namelijk, we hebben hier voor de verkiezingen huis aan huis bezoekjes gepleegd. En het is een wens van de mensen geweest om ooit de toenmalige voorzitter in de hoedanigheid van president een handdruk te geven, een brasa te geven, om op de foto met ze te gaan en dat hun droom gaan vandaag in vervulling brengen. We hebben hier 65 plus en twee bejaarden tehuizen, ongeveer 300 oudjes. Vandaag hebben we sowieso, als je ze in de bloemen wil zetten en een leuke dag wil bezorgen, hebben we lekker eten voor ze. Er is een toneel op voering en muziek om daar een beetje gezellig samen met elkaar bij elkaar te blijven. Dit is de derde keer, maar de twee andere keren waren in kleine groepen. En vandaag proberen we dan een hele grote groep bij elkaar te brengen om hun een leuke dag te bezorgen. Na een vijfjarige onderbreking vanwege de uitdagingen van COVID-19 is de SVB President Kop opnieuw georganiseerd. Op zondag behaalde Robin Hood een overtuigende 3-0 overwinning op Inter Mungetapu in het Dr. Franklin Asset Stadion. Deze triomf volgt op het succes van Robin Hood in de CONCACAF Caribbean Cup vorig jaar. President Santokki mocht als eregast kennis maken met de getalenteerde spelers en persoonlijk de aftrap verrichten voor de start van de wedstrijd. Het team werd bekroond met de SVB President's Cup en ontving naast een trofee een geldbedrag van $10,000. Het staatshoofd heeft beloofd om het verhogen van het prijzengeld voor deze competitie te bespreken tijdens de komende regeringsvergadering. Laten we gezamenlijk blijven investeren in en stimuleren van onze sporters en deze overwinning vieren als een mijlpaal in onze rijke sportgeschiedenis, sprak het staatshoofd. Dit is een krachtig signaal van ondersteuning en erkenning voor het buitengewone sporttalent in Suriname.
SV Inter Mungutapu werd als semi-kampioen beloond met een prijs van $5,000. Volgens het publiek kreeg deze spannende wedstrijd zelfs een extra dimensie toen vicepresident Ronnie Brunswijk zich als speler bij SV Inter Mungutapu voegde. Een unieke ondersteuning voor zijn team. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.